In Leiden werden de nationale kampioenschappen van de Nederlandse Zwembond gehouden. De start van de 100 meter borstkrauwen voor heren. Merkestein van Zwemclub Haarlem werd winnaar. 200 meter schoolslag voor dames. De kampioenen van 1942, Willy Haverslag, lag op 100 meter nog voor. Daarna kwam de 15-jarige Nel van Vliet naar voren en won met gering verschil. Het schoonspringen ging tussen de goede van AZ 1870 en Van der Voort, de kampioen van het vorige jaar. De goede veroverde dit jaar de eretitel.